Het lijkt wel alsof bedrijventerreinen een tijdje in de dode hoek van bestuurders bivakkeerden. Zo snel maakten bedrijventerreinen in Nederland plaats voor woningen. En daar waar bedrijven hun panden verlieten, was er lang niet altijd in goede opvolging voorzien. En qua beeldvorming zat het ook al niet mee. Bedrijventerreinen hadden te lijden onder verdozing. Bepaald geen koosnaampje voor logge distributiecentra die steeds meer blikvanger werden op bedrijventerreinen. Maar het roer moet en gaat om. Bedrijventerreinen kunnen het vliegwiel zijn voor de nieuwe economie. Maar dan moeten de handen wel uit de mouwen. Ook in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De wil is er, de ideeën zijn er. Maar ja, het is wel woekeren met de beperkte ruimte. Over de toekomst van bedrijventerreinen praat Louis Hubert met Theo Veulings. Voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland. Theo Vulling's, welkom. Je bent van het oosten van het land naar het westen gegaan met de auto, weliswaar een elektrische. Is het zo dat jij met een andere blik kijkt naar bedrijventerreinen langs die snelweg dan de gemiddelde Nederlander? Ik denk het wel, omdat het onderwerp mij natuurlijk geweldig boeit en ook dat ik me daar op zijn tijd ook zorgen over maak. En uh, tegelijkertijd ook mij soms verwonder dat ik op sommige plekken bedrijventreinen zie waarvan ik denk, zouden die hier eigenlijk wel moeten liggen? En op andere plekken waarvan ik denk, van god, zouden deze niet wat mooier ingepast kunnen worden in het landschap? Ja. Dus dat zijn wel zaken die je dan tegenkomt. En altijd kom je wel weer verrassingen tegen. En die, die zijn ook hartstikke leuk om te zien, Nou noemen ze een verrassing. Ja, wat een mooie verrassing. Uh, ...was dat ik onderweg uh, hier naartoe... Uh, ...ik een heel groot uh, distributiecentrum zag... ...langs de snelweg. Waar? Uh, in, in Blijswijk zag ik hem. Gemeente Lansingerland. Ja. ja. En uh, uh, dit distributiecentrum had een prachtige grote beker opgehangen... ...aan het uh, gebouw waarin ze duidelijk maakten... ...dat zij prijzen hadden gewonnen. Dat ze het meest duurzame uh, distributiecentrum zijn... En eh, ik vind het prachtig om te zien, want daar zie je dat ondernemers ook steeds meer gaan nadenken. Niet alleen over hun verdienvermogen, maar ook welke maatschappelijke bijdragen zij kunnen leveren aan beter gebruik van materialen, energietransitie. En eh, nou, dat soort verrassingen hebben we nog veel harder nodig, want daarmee zijn ze tegelijkertijd een inspiratiebron voor anderen die ook dit soort eh, distributie, distributiecentra neerzetten. De bedrijventerreinen worden gezien als het motorblok van de Nederlandse economie. Nou, is dat een, een prachtige uitspraak, maar kunt u dat hard maken? Ja, dat, dat kan ik zeker hard maken. En dat doen al die ondernemers op die bedrijventerreinen ook, gelukkig. Als we kijken naar bedrijventerreinen, dan zien we dat ongeveer 40% van alle bedrijven. zijn, zeg maar, gelokaliseerd op bedrijventerreinen. Dat. Daar ook 40% van alles wat de belastingen int in Nederland, daar ook verdiend wordt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik denk ook dat ongeveer 1 derde, 1 derde tot 40% van alle werkgelegenheid wordt ook, vindt op bedrijventerreinen plaats. Ik denk dat is ook een hele belangrijke uh, zeg maar, motor voor, uh, voor, voor de economie, maar ook voor de brede welvaart in Nederland. En last but not least, en dat vergeten we met z'n allen... dat als we kijken naar de bedrijventerreinen... dat ongeveer 80% van al het research en development... dus al het onderzoek wat we doen... en dat is zeer belangrijk voor allerlei innovaties... die we met elkaar moeten bewerkstelligen... dat die plaatsvinden op bedrijventerreinen. Ja, dat klinkt allemaal heel stoer en stevig. Ja. Wat mij nou verbaast als we het over getallen hebben... is dat maar 2% van de grond in Nederland... Bedrijventerrein is. Terwijl, nou ja, u heeft ervaring met de auto hier naartoe, dan zie je voor het oog voortdurend bedrijventerreinen. 2% dat klinkt mij toch heel weinig. Dat klinkt inderdaad ook heel weinig. En gelukkig, ik moet ook eerlijk zeggen, gelukkig is het ook weinig. Want we weten dus in het krappe Nederland, dus blijkbaar met heel weinig, met, met weinig ruimtegebruik, zeg maar zo optimaal mogelijk, uh, gebruik te maken van die ruimte om uh, economie een stukje uh, letterlijk, uh, letterlijk ruimte te geven om te kunnen excelleren. En, uh, en, en daarin zit tegelijkertijd in die 2%, zien wij ook nog wel weer verbeteringen die we zeg maar, met elkaar kunnen bewerkstelligen. Dus dat is ook wel weer het. We moeten daar ook altijd uh, wakker bij blijven, zou ik bijna willen zeggen. Want uh, van 2 naar 3, dat, dat, dat klinkt wel makkelijk. En dat zie je ook vaak dat men zo denkt uh, in de wereld. Maar het is misschien wel veel beter om die 2% nog optimaler te gebruiken. Wat betreft wakker worden. Ik heb wel het idee dat bedrijventerreinen een tijd lang onvoldoende op het netvlies waren van de politiek. Bent u dat met me eens? Ja, zeker ben ik dat met u eens. Uh, we hebben niet voor niks vanuit de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland... de wapenfeiten die bedrijventerreinen eigenlijk voorstellen, zoals ik ze net ook heb genoemd... die hebben we in een manifest... Kenbaar gemaakt en ook duidelijk gemaakt aan Den Haag. waarom het belangrijk is dat men meedoet in de discussie. Dat er ook voldoende mogelijkheden zijn om economie te bedrijven in Nederland. En dat we niet alles gaan omkatten naar wonen. wat je op heel veel gebieden op dit moment ziet gebeuren in Nederland. begrijpelijk, want er is natuurlijk ook een woningnood. Maar ja. Naast de woningnood moeten mensen ook een baan hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat in een goede balans wordt bekeken. hoe dat met elkaar verenigd kan worden. Maar wat was dan de reflex? Waarom gaat dan wonen voor werk? De reflex zit natuurlijk in een, een politieke druk van uh, mensen die willen wonen. Ja, ik heb ook twee zonen, leeftijd 24, 22. Dus, dus die komen eraan zeg maar, op de woningmarkt. En ik zou niet weten waar ik ze nu een plek zou kunnen geven. Dus ik snap, die druk snap ik enorm. Maar tegelijkertijd, de jonge mensen hebben ook ergens een plek nodig om te werken. om vervolgens zo'n woning te kunnen betalen. Dus, dus daar, vandaar ook dat ik iedere keer oproep: zorg voor een goede balans. En ik begrijp de druk, de politieke druk. En dan is het nou, natuurlijk altijd makkelijker. Dat zeg ik misschien wel een beetje ongenuanceerd. Maar het is toch altijd misschien wat gemakkelijker om dan voor het wonen te kiezen. omdat daar ook letterlijk kiezers achter zitten. Terwijl voor bedrijven en bedrijventreinen, ja, die zijn wat dat betreft eh, toch wat eenzamer, meer een, een politiek eh, weeskind, eh, om het zo maar eens te zeggen. Nu zetten we ze tegenover elkaar, hè? wonen versus werken. Ja. Maar is de combinatie ook mogelijk? Ja. ja, dat is zeker mogelijk. En gelukkig zien we dat er ook allerlei prachtige voorbeelden komen. En wij proberen dat ook te stimuleren door goede voorbeelden die we, die we kennen, om die zeg maar, met elkaar eh, te verbinden. Voorbeeld is bijvoorbeeld in, in, in de Rotterdamse haven, Merwedehaven. Daar zie je dat, er, dat de, het, het Rotterdamse havenbedrijf echt aan het nadenken is hoe kunnen we die combinatie maken. En die zijn ze ook aan het maken. En we zien dat ook elders in Nederland, ook bij mij vlak in de buurt, in Arnhem. Ook daar zie je prachtige voorbeelden waarin die combinaties gemaakt worden tussen wonen en werken. En ja, het is ook spannend. Het is ook spannend voor veel beleidsmakers: van, dan gaan we hier werken, daar wonen. Vroeger was dat echt volledig gescheiden. Wat is dan, gaat dat wel goed? Krijgen we geen hinderwet, vergunning, uh, uh, klachten, noem maar op. Maar tegelijkertijd zien we dat het werken tegenwoordig steeds schoner en schoner wordt. En dat dus die combinaties steeds beter te maken zijn. Ja. Uh, Lely in Marsluis, is dat ook een, een goed voorbeeld van combineren van wonen en werk? Ja. Ja, dat is, dat is een prachtig voorbeeld, vind ik zelf. De woonwijk ligt eromheen. Uh, het bedrijf Lely heeft zelf nagedacht... ik wil graag op een goede plek zitten, dan wel blijven zitten. Voor Lely is natuurlijk haar personeel... Is, is eigenlijk het belangrijkste uh, goed wat ze hebben. Wat voor soort bedrijf is het? Ja, Dat is, dat is een bedrijf wat eigenlijk uh, robots maakt. En dan met name in de agrarische sector. En zij zijn wereldleider. Dus is... Dus, Onder de rook van, het is een wereldleider op het gebied van, uh, van melkmachines. En, en er komen nog veel meer machines aan die ze, waar ze mee bezig zijn. En ze hebben nagedacht: hoe kunnen wij zeg maar, vanuit ons bedrijf beter uh, groeien? En hoe kunnen we ook zorgen dat we met allerlei uh, toeleveranciers eromheen. Uh, waar we ook veel zaken mee doen, die ons meehelpen ook om die machines te ontwikkelen. om die allemaal zeg maar, in de nabijheid van. Onze, uh, ons, onze bedrijf te hebben. Daar hebben ze een heel keurig terrein voor ontwikkeld. Daar hebben ze ook anderen uh, uitgekocht. En zij zijn nu eigenlijk letterlijk dat een soort campus aan het maken, waardoor we ook het personeel uh, geschoold kan worden. Uh, MBO-HBO daar actief is. Dus het is echt een hele mooie vorm van hoe een bedrijf ook uh, in jullie eigen regio hier uh, aan de slag mee is. En dat allemaal in, in, in zeg maar, pal Tegen en in de woonwijk. Is dat de omslag in denken die nodig is? Loskomen van... Ik heb een, een stuk grond. Vierkante meter. En daar moet ik maximaal geld uit halen. Dat, dat is de omslag. Die ook steeds meer gevoeld wordt. Omdat... Uh, zie maar als je mensen te vinden. Die willen ook in een fatsoenlijke omgeving zitten. Mensen die ook steeds meer doorlopend... Zich moeten ontwikkelen. Uh, dat is dan de nieuwe term voor een leven lang leren. Je moet... Daar aandacht aan besteden. Uh, tegelijkertijd uh, is het ook verstandig om te kijken van hoe kan ik door beter gebruik van de gebouwen ook ervoor zorgen dat, uh, uh, dat ik ook een bijdrage kan leveren aan een energietransitie ja. of aan een klimaatadaptatie, hè? dat er wel een, ergens een waterplek op een bedrijfterrein is en dat niet bij de eerste beste hoos bij water daar naartoe kan lopen in plaats van dat het over de straten en, en de putten overstromen. Je hebt wel een puzzel te leggen. Hè? Uh, als u van het oosten naar het westen komt, dan, dan, dan valt het ook op dat het steeds drukker wordt. De ruimte is gewoon beperkt voor ja. wonen, uh, voor werken. Uh, en de behoefte aan extra bedrij bedrijventerreinen is geraamd op 150 tot 300 hectare. Hoe ga je dat dan realiseren? Welke puzzel moet je leggen? Ja, dat... Dat is een vraagstuk wat, wat, wat overal in Nederland speelt. En ik denk in de Randstad hier nog uh, meer. Zeker met de druk uh, vanuit het Groene Hart natuurlijk wat uh, ook nog speelt. Ik denk dat we dat in het verleden men nogal bezig was. En men is, praat ik nu even over de gemeente. Nogal veel op zichzelf bezig waren van hoe moeten wij dit vormgeven. En hoe kunnen wij al die vragen beantwoorden. Terwijl we zien dat, dat als je kijkt naar economische ontwikkeling. Naar wat vroeger uh, clusters heette, wat tegenwoordig ecosystemen heette. Niet grijpbaar, maar dat zijn groepen bedrijven die op een bepaalde manier samenwerken om ervoor te zorgen dat ze de concurrentieslag met het buitenland goed kunnen, kunnen, kunnen overwinnen. Dat, dat dat allemaal regionaal georganiseerd is. En je zult dus ook vanuit een lokale overheid moeten gaan kijken. En dat zijn soms hele moeilijke politieke afwegingen die daarin gemaakt moeten worden. Dus het is geen, geen gemakkelijke kost maar je kunt ook een aantal dingen gewoon veel beter regionaal organiseren, waardoor je ook niet de versnippering krijgt die je anders nodig hebt voor die 100 terreinen om het zo maar eens te zeggen. En, en daarbij komt beter gebruik van het bestaande is natuurlijk ook ontzettend belangrijk om daar gebruik van te maken. Mm -hmm. En daar kan ik nog één aanvulling op plegen. We zien ook dat op een aantal bedrijventerreinen vinden activiteiten plaats waarvan je zou kunnen zeggen, ja, moet je die daar nou juist op die plek Laten landen, terwijl die ook heel goed op een andere plek zouden kunnen plaatsvinden. Ja. Uh, uitbreiden is niet altijd een optie. Uh, een, een woord wat voor mij nieuw was, is inbreiden. Waar staat dat voor? Ja. Inbreiden staat dat je nog beter gebruik maakt van uh, het bedrijfsterrein en van de mogelijkheden op een bedrijfsterrein. Uh, we zien vaak uh, uh, dat er toch veel ruimte ja, toch aanwezig is, wat je beter, gebruikt, uh, uh, beter gebruik van zou kunnen maken. Soms is dat ook wat moeilijke ruimte, omdat het wat meer kosten met zich meebrengt om die ruimte ook geschikt te maken voor een bedrijf die daar dan kan plaatsvinden. In plaats van, nou, we leggen alleen maar een slootje aan, is, is makkelijk en goedkoop. Dus dan, dat, dat, terwijl in het verleden was het, hoe kunnen we snel veel geld verdienen aan bedrijfterreinen? Ja. En door daar nu meer aandacht aan te besteden, kun je meer inbreiden. Je kunt ook denken aan het, het combineren van functies, is dus ook een vorm van inbreiden. In Utrecht hebben we een prachtig voorbeeld van een compleet, een compleet voetbalveld op een distributiecentra. Waar de voetbalclub heel erg blij mee is, kan ik jullie verzekeren. Um, dus, dus dat soort combinaties aan te maken. We hebben voorbeelden waarbij we uh, aan de onderkant uh, bezig zijn met bedrijventreinen. en dat op grote poten gewoon vervolgens een, een woontoren wordt gezet van acht hoog. Die voorbeelden hebben we ook al in Nederland. Dus er zijn allerlei vormen waarin je dat zou kunnen intensiveren. Uiteraard moet je daaronder geen uh, uh, zware industrie uh, plaatsen, maar er kunnen allerlei vormen van moderne bedrijvigheid geplaatst worden, die heel goed op die manier te combineren zijn. Laten we eens even kijken in de Plas in, in Rijswijk. He, dat is een, een bedrijvengebied wat echt zoekt naar een nieuwe toekomst. Veel leefstand gehad, decennia lang. Uh, IPP Haaglanden, dat is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag. voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Dat IPP Haaglanden kocht in 2017 bedrijfsruimte in die Plas Popolder. Het bedrijf dat er zat, dat hield zich bezig met assentransmissies en, uh, voor vrachtwagens en voor bussen. En de uitkomst uh, is dat het pand er echt heel anders uit gaat zien. Er werd een tender uitgeschreven en Roger Pels uh, die won die tender en mocht daar de loods ontwikkelen. Hij transformeerde... Bestaande bedrijfsruimte, niet alleen ten dienste van zijn consultancybedrijf, maar starters, flexwerkers, eh, die kunnen er werken, maar ook fitnessen. Ze kunnen er ook poolbiljarden en gebruik maken van uitgebreide horecavoorzieningen. Er vinden ook congressen en, en evenementen plaats. Nou, het verhaal van de Loods is er een van de rotte kies die de place to be werd. Eh, ik vroeg hem hoe reageerde de gemeente Rijswijk toen Roger Pels zijn plannen op tafel legde. Nou ja, als je naar, naar een, een gemeente gaat... ik denk dat, dat de gemeente Rijswijk niet anders is dan andere gemeenten uh, met, met een idee. Wat anders is dan, dan eigenlijk uh, het beleid wat ze op dat moment al gemaakt hadden. Dan, uh, dan is het lastig om, om, om ja, gewoon een beetje de, 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 de spreekwoordelijke auditanker te keren. Daar is nog wel wat tijd overheen gegaan. En, en wat eigenlijk geholpen heeft, is dat ik met een architect uh, visualisaties ben gaan maken... Om, uh, te laten zien aan de gemeente, hoe gaat die andere werkomgeving eruit zien, hoe gaan we nieuwe functies toevoegen in het gebied. En letterlijk, dat weet ik ook uit mijn consultancy tijd, als je plaatjes maakt, dan, dan komt het, het, het creatieve proces ook op gang bij je, bij je gesprekspartner. En dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om op deze locatie sloop te voorkomen en ja, dit pand te mogen transformeren vanuit, vanuit de aankopen bij de gemeente. Van rotte Kies naar Place to Be, dat geldt niet alleen voor Place to Be in dit gebouw, maar ook voor de plaspoel Polder? Nou ja, wat, je, wat je ziet om ons heen uh, stonden vergelijkbare vervallen, maakloodsen uit, uh, uit de zestiger jaren. Uh, ik, ik, ja, ik durf wel te zeggen dat door, door ons uh, project, het project wat ik gestart ben in 2018, dat, dat om ons heen zie je nu ook allemaal transformatie, sloopherbouw. Uh, alles om ons heen, wat, wat ook, ook lang leef stond, dat is nu uh, getransformeerd. of wordt op dit moment getransformeerd. En uh, we werden omringd door leefstand. en we worden nu omringd door uh, ja, nieuwe gebouwen en nieuwe bedrijvigheid. Dus het is ontzettend positief dat die olievlek ook echt, uh, echt is ontstaan. En komen die mensen ook bij jou over de vloer? Uh, we hebben eigenlijk uit het gebied. Uh, zo'n beetje ieder bedrijf gehad. Uh, wat, wat in de plas van polder zit, wat, uh, wat, wat conferenties, vergaderingen. Uh, workshops organiseert. Noem eens bedrijven of kantoren. Gasunie Shell, Algemene Rekenkamer... CBR, Warmtelink... Uh, de gemeente Rijswijk zelf... die, die, die is uh, meerdere keren al... Met, uh, met, met diverse zaken bij ons geweest. Die komen in december ook weer. Uh, en het leuke is... we hebben klanten van het eerste uur... maar die, die, die komen eigenlijk de afgelopen jaren... gewoon meerdere keren ook terug. Dat is ook een bevestiging dat je, dat je die dingen goed doet. Want als je een klant hebt die niet terugkomt, dan, dan moet je je altijd zorgen gaan maken... Maar we hebben zelfs klanten die voor de achtste of de negende keer gewoon hun, uh, hun, uh, hun evenement hier komen, komen organiseren... en bij ons gewoon de ruimtes uh, afnemen. Dan nou maken we dit voor 23 gemeenten die samenwerken in de metropoolregio. Vanuit ervaring met de loods, wat zou je hen mee willen geven? Nou ja, dat, wat je hier ziet en wat je op andere plekken ook ziet, is dat, dat uh, het toevoegen van andere functies... een uh, ander soort kantoor met, met conferentieruimtes, sportmogelijkheden dat dat vaak een, een, uh, een verandering is uh, waardoor het gebied gewoon aantrekkelijker wordt. Hè? En dan kan je het gebied nog steeds combineren met, met wat maar meer klassieke uh, bedrijfsunits en, en wat meer klassieke kantoren. Maar uh, de plek die wij hebben gecreëerd met het hele team, uh, uh, waar je veel meer kan dan kantoor, maar ook, ook horeca hebt, waar je, waar je conferenties kan houden. Dat maakt het ook dat, dat de, de, de troosteloze wandeling in het verleden door het gebied veel leuker wordt, omdat ja, het gebied veel aantrekkelijker is. Er gebeurt wat. Er komen gemiddeld duizend man aan, aan evenementgangers door onze lood zijn. Die komen allemaal naar de Plas van Polder. Het is voor je zichtbaarheid ook ontzettend goed. Want die komen letterlijk naar een gebied waar ze, waar ze lang niet geweest zijn. Die zeggen: Goh, in de Plas van Polder is het, is het ook leuk tegenwoordig. En dat maakt het dus ook dat, dat uh, ja, om je heen uh, uh, de locatie ook aantrekkelijker wordt. Dus het is toevoegen van, van nieuwe functies. Wat uiteindelijk ook bestaande functies gewoon veel aantrekkelijker maakt. Roger Pels van de Loods in de plaspoelpolder. Uh, meneer Vullings, ik zag u ja knikken op het moment dat hij beschreef dat de troosteloosheid van de plaspoelpolder tot het verleden behoorde. Dankzij dus zo'n initiatief als de Loods. Ja, ik, ik, ik word daar heel, heel, heel vrolijk van. En dat heeft alles te maken met dat wij op veel meer terreinen... ...zeg maar aandacht is voor, voor dit soort omgangen. Hè? Zou je kunnen zeggen lunchomgangen. Het heeft alles te maken met hoe, hoe je als werknemer... ...je ook prettig voelt op een uh, gebied. en Dat je daar fijn kunt rondlopen in plaats van alleen maar door betonblokken heen. We zien ook dat op allerlei mogelijke manieren... ...op verschillende terreinen echt ook aandacht is voor... Um, minder tegels, soep, stoeptegels, meer bomen, meer planten. Dat is ook weer goed voor uh, de klimaatadaptatie. Uh, is ook weer goed voor een stukje biodiversiteit. En dat klinkt misschien heel gek, maar ook je ziet vaak hele zeldzame vogels op bedrijftreinen. Bijvoorbeeld omdat ze daar heel rustig kunnen, kunnen broeden en, 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 en daar veilig uh, zich voelen. Dus daar zie je dat. Dat als daar meer aandacht aan is, dat het ook gewoon prettiger wordt voor, voor, het, voor, de, voor de mensen die daar werken. Ja, en die, meer, die functiemenging is natuurlijk heerlijk. Want daar zie je dat, dat daardoor ook, dat het, het gebied spannender wordt. En jonge mensen, maar ook ouderen, die vinden het leuk om naar een spannend gebied te gaan dan naar een saai gebied. Dus het is juist goed dat die functiemenging is. Ik zeg er wel bij: niet ieder bedrijftrein van de 23 gemeentes zal daarvoor een aanmerking komen. Maar waar ze wel allemaal voor een aanmerking komen, en dat geldt ook voor uh, het gebied uh, Plasvoer Polder, is dat als je niet zorgt voor schoon, heel en veilig, hè, dan dat je zorgt voor die omgang, dat je zorgt dat het veilig is. En dat het ook schoon is. Dan zul je zien dat, dat daarmee zeg maar, het fundament ligt waardoor die ondernemers die op het trein zitten, maar ook de gemeente bereid zijn om verder investeringen te doen in. Klimaatadaptatie in energietransitie en alles wat erbij komt kijken, om het terrein, zeg maar, veel, zeg maar, veel beter bestaan te geven, ook naar de toekomst toe. Ja, uh, bedrijventerreinen worden nu vaak genoemd in relatie tot verdozing, die grote ja. distributiecentrum in gebieden. Uh, mensen willen er niet dood gevonden worden. Ja. Uh, hoe, moet je, uh, hoe moet je daar dan mee omgaan? Hoe plaatst u dat? Ja, nou, het, het lastige is dat wij. Dat die grote distributiecentra, die zijn, die, die zijn er omdat wij als samenleving eh, drukdoende zijn om, om langs de digitale snelweg voortaan aan onze boodschappen te doen. En ook onze supermarktboodschappen eh, thuis te laten bezorgen. Dat is, een, dat is een ontwikkeling die we niet kunnen tegenhouden. En, je zult, en, en het resultaat daarvan is dat er dus meer logistieke eh, distributiecentra, eh, dat we die nodig hebben. Dat is, dat is de ene kant van, uh, van het verhaal, natuurlijk. De andere kant is dat die, dat die logische distributiecentra distributie ook beter ingepast moeten worden. En dat kan al zijn dat je ze iets in de grond laat zakken, met, met, met wat meer groen, een groenwal ervoor, dan, zie, dan zijn ze al minder in zicht. Maar wat ook heel belangrijk is, dat gemeenten durven eisen te stellen. aan hoe, het, uh, hoe een dergelijk distributiecentra zeg maar, wordt ingepast, dat het ook. Ervoor wordt gezekerd dat tegenwoordig is dat op heel veel plekken zomaar. was een, echt voor een paar jaar terug niet dat men gewoon niet durfde te eisen. zorg dat het dak sterk genoeg is zodat we daar zonnepanelen op kunnen hebben. Maar maken. was dat een kwestie van niet durven of ontbrak het instrumentarium? Nou, wellicht beide in dat opzicht. Dus dat is één, maar ook het bewustzijn dat, dat, dat je daarmee eigenlijk je distributiecentra ook tot een zonnefabriek eh, kon ombouwen of, of medegebruiken is ook een medegebruik dat, dat, dat bewustzijn was er nog niet ik denk dat dat daar nog het meeste aan, aan ontbroken heeft en ik hoop dat dat bewustzijn nog veel harder groeit bij alle gemeentes ook in de metropoolregio want we zien gewoon dat, um, uh, dat we willen niet die zonnecellen in, op, op het agrarisch platteland hebben eigenlijk, hè? Dat, dat gebeurt nu wel maar eigenlijk willen we dat met z'n allen niet ja. dus gebruik die daken beter nou ja, de vanellefabriek in, in Rotterdam, hè, dat is een voorbeeld. De directeur was u op, op het jaar-event van uh, de Stichting Kennis Alliantie Bedrijven Terreinen. En die zegt: Ja, ik heb zoveel zonnecellen liggen. Ik hou over. Rotterdam mag het hebben. Maar één ding: dan betaalt de gemeente ook mee aan de stroomkabels. Want het is hartstikke duur. Ja. Is dat een fair deal? Als, als dat een fair deal is, dan, dan is dat zeker een fair deal. Als het is van ik doe dit en dan moet jij maar de rest regelen, uh, dat zou ik zeg maar uh, uh, niet goed vinden. Ik denk dat het een samenwerking moet zijn tussen de vanellen en de gemeente om te kijken uh, uh, hoe. Want, want een kabel aanleggen om een trein te ontsluiten of het gebouw van Nelle te ontsluiten, dat kost inderdaad geld. Dat kan de gemeente betalen, maar tegelijkertijd door die ontsluiting kan de vanellenfabriek ook weer beter haar energie kwijt. En daar dus ook weer geld aan verdienen. Nou, ik denk dat je, als je het een niet doet, dan, dan gebeurt het andere niet. Dus als je het ene niet doet, die kabel aanleggen, dan kun je geen geld verdienen aan de andere kant. Maar andersom ook niet. Dus ik denk dat het een, en dat, ik vond het heel mooi gezegd, zoals je het aan het begin zei, het moet een samenspel zijn, waarop je samen ook zeg maar, het, 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 de hele voorziening zeg maar, voor je rekening neemt. En ja, dan mag een overheid af en toe echt wel een probleem oplossen. of een onrendabele top eruit financieren. en samen met de netwerkbedrijven zorgen dat allerlei congestie-knooppunten. Eh, dat die ook opgelost worden. Ja, um, problemen die er zijn, bijvoorbeeld op bedrijventerrein. is ook van dat bedrijven op de verkeerde plek zitten. Hè? Er is een voorbeeld van een gezondheidsinstelling in een havengebied. Ja. Daarvan kan je je afvragen waarom moet dat in een havengebied ja. watergebonden zitten? Ja. Ja, tegenwoordig, we hebben, daar, we hebben eigenlijk naar aanleiding van een aantal artikelen... zijn we dat gewoon eens op een, een drietal terreinen hebben we dat dus onderzocht. Letterlijk onderzocht van nou, dit is een hinderwet categorie 4-5 eh, terrein. Wat voor een bedrijvigheid zit daar eigenlijk? En daar zaten allemaal bedrijven die bij wijze van spreken midden in de woonwijk had kunnen zetten. En dat liep op tot 40 tot 50 procent van het terrein. Dus er waren, was uitgegeven aan bedrijven door de lokale overheid... Ze uitgeven aan bedrijven. En ze zijn natuurlijk allemaal historisch gegroeid. Dus ik bedoel het ook niet verwijtend. Maar het is gebeurd. En je ziet dan dat eigenlijk die, 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 die milieuruimte die we met elkaar hebben. dat we die eigenlijk volstoppen met bedrijvigheid. die heel goed op een ander plekje ook uh, hun, hun werk kunnen doen. om het zo maar eens te zeggen. Ja, je wilt het niet in verwijtende zin zeggen. maar uh, laten we het dan constructief doen. Wat, ja. wat, is, wat ontbrak? Was het de strategie? Was. Uh, het, nou het, het, is inderdaad, uh, het is inderdaad een strategie. En ook dat je het lang genoeg volhoudt om ervoor te zorgen dat een terrein, wat hinder categorie 4, 5 bedrijven toestaat, om die ook uh, zeg maar, da zich daar te laten landen. En niet volkomen gebruik als je praat over strategie. Want dat moet je op de lange termijn volhouden. Want als je dat gedaan had, dan had je die andere bedrijvigheid op andere plekken uh, zeg maar, hun, hun, hun neer kunnen zetten. En dan had je genoeg ruimte kunnen overhouden om Juist die hinderwet 4, 5-categorieën die we in de toekomst heel hard nodig zullen hebben. Als wij met z'n allen circulair willen worden, dan zullen we die ruimte heel hard nodig hebben. En dan zou je dat op die manier kunnen, kunnen regelen. Dus je, ook daar moet je weer uh, uh, zeg maar verstandig en, uh, naar de toekomst kijken. Dat heeft een lange termijn. Maar wat ook, en dan wil ik toch nog even terugkomen op regio, de regio. Je kunt niet overal in de wat categorieën in iedere gemeente. Dus je zult ook samen moeten afspreken waar je dit soort circulaire bedrijvigheid dan ook goed neerzet. Bijvoorbeeld langs kanalen of andere infrastructuur die je ook nodig hebt om die circulaire economie ook goed te accommoderen. Ja, maar dat is wel een, een, een stevige inzet die u noemt. Want betekent ook wel dat lokaal gedacht kan worden, nou, dit kunnen we wel doorschuiven, hogere milieucategorie, naar de gemeente naast ons. Want ja. dat komt ons nu even niet goed uit. Ja, dat is, dat is de not in my backyard syndroom wat we dan krijgen, het NIMBY syndroom. Um, dat is waar. En tegelijkertijd moeten we het samen oplossen. Want je kunt niet in iedere gemeente dat zeg maar, laten plaatsvinden. Dus je moet ook gaan nagaan van... wat heeft die sector dan... of die toekomstige sector, wat heeft hij nodig? Wat voor soort functies heeft hij nodig? En daar zul je dan ook gezamenlijk afspraken over moeten maken. Ja. Gaat de omgevingswet gemeenten hierin helpen? Nou, de, de, de omgevingswet... daar moet nog heel veel ervaring in worden opgedaan. Ik hoop het natuurlijk wel. Want dat scheefwerken, zo noem ik het dan maar even in mijn eigen woorden... dat zouden we eigenlijk veel rechter willen maken... En, en zorgen dat op de juiste plek het juiste bedrijf zit. Waardoor we die 2% ook weer met z'n allen veel beter optimaal benutten. En dan kan dat een bijdrage zijn voor de, de ruimtelijke puzzel waar we met z'n allen op dit moment mee bezig zijn. Ja. Maar het is ook ervaring opbouwen. Dat is ook, ge ook gebruik durven maken van, van een aantal zaken die al wel kunnen vanuit de, de wet ruimtelijke ordening. en wat nu dan de omgevingswet uh, wordt. Dus ik denk dat. Dat we daar ook zeg maar, nog beter naar moeten kijken wat onze mogelijkheden zijn om daarop in te grijpen. En dat je niet dan gelijk weer met een zak geld hoeft klaar te staan om bedrijven uit te kopen. Want dat is vaak een hele kostbare zaak. Maar het veranderen van een terrein in kleur. of in soort activiteiten. ook dat is lange termijn werk. Het kost gewoon tijd. Nu maken we deze podcast voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Geen bestuurlijk construct in de zin van dat het een bestuurslaag is. Maar. Een samengaan van gemeenten die zeggen wij moeten samen optrekken om de economie te vernieuwen en de bereikbaarheid te verbeteren. Is dat ook de juiste insteek om met die bedrijventerreinen om te gaan in dit drukke gebied? Ja, ja, ja ik, ik zei al. Ja, en, 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 en omdat namelijk regionaal moet je, kun je die zaken oplossen. Niet iedere gemeente kan op zichzelf staan en zeggen ik los dat allemaal wel op. Hè. Grote distributiecentra. Uh, uh, kantoorlocaties, uh, uh, allerlei vormen van andere bedrijvigheid, circulaire economie. Dat kan niet iedere gemeente op zichzelf oplossen. Dus dat betekent dan dat je naar nou, tot elkaar veroordeeld. Dat klinkt zo zwaar, maar dat je het samen moet doen om te kijken hoe kan ik die afweging goed maken. Daar zit natuurlijk ook een, een, een politieke afweging in, maar tegelijkertijd als je weet dat de ruimte krap is, moeten we toch goed gaan kijken hoe kunnen we die zo goed en zo efficiënt mogelijk benutten. En daar heb je gewoon ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En het is juist heel mooi dat de metropoolregio uh, de, zeg maar, da daarin een hele belangrijke sleutel kan zijn om die, die, verschil, die, die verschillen te overbruggen en tot goede samenwerking te komen en ook afspraken te, te komen. Theo Vullings van de Stichting Kennisalliantie, Bedrijven, Terreinen Nederland, dank voor de inspiratie.